minuut. Dat is jammer, Harriet. Ze leidt de 13e. Ook een zeer populaire avond. U kunt het zo gek niet bedenken, maar Valentijn. Dat was niet het eerste lied van verhaal, dames en heren. De Maas van Noord, de Rotterdamse Granda. Waarna ik namelijk jullie opnieuw het ja-woord zal afleveren. En daarna lopen jullie de akte van de belofte tekenen en heffen gezamenlijk glas in je thuisvond. Nou, jullie zijn het goed bijzonder stel, want jullie zijn inmiddels 11 jaar getrouwd en hebben vorig jaar ook al jullie huwelijksbelofte vergeten. Ondanks alle voorbereidingen, dames en heren, vind ik dag helaas een beetje anders dan verwacht. Want Ik beloof je altijd trouw te zijn en je lief te hebben. Verklaren jullie hier in het Rijksmonument in Maasdriel voor het oog van de stad Rotterdam elkaar opnieuw aan te nemen tot jullie wettige echtgenoot en echtgenoten? En beloven jullie getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden? Wat is daarop jullie antwoord? Ja! Dames en heren, als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verklaar ik jullie hierbij vanaf dit moment opnieuw tot man en vrouw en dan mogen jullie elkaar nu de allerbeloofdste kus van de wereld geven. En wij zijn het van familie en vrienden. Applaus! Ja, wij zijn er. Zijn jullie klaar dan?